doel van TIALF is om de topsport in de volledige breedte te faciliteren. Dat is ijstechnisch topijs leveren. Trainingsfaciliteiten moet ook state of the art zijn. En qua veiligheid zullen wij en willen wij de beste zijn. Het belangrijkste voor de schaatser is hier in TIALF veiligheid. Als wij de veiligheid niet kunnen garanderen voor de schaatser, zal de schaatser nooit of de rijder nooit voluit kunnen trainen. Als coach proberen wij ook constant door te ontwikkelen. En we hebben een prachtige partner in Seedijk. Seedijk die denkt met ons mee. We zijn constant grensverleggend bezig. Hier op TIALF hebben we een padding systeem, 80 centimeter breed, air pockets. En op het moment dat wij onze atleten vragen supraspeed te leveren en het gaat een keer verkeerd, ze vallen in de boarding, ze schudden het hoofd en ze starten opnieuw. De uitdaging die er lag was om een veilige boarding neer te zetten. De oude boarding die stond vast op de grond. Die is vervangen door een beweegbare boarding, zodat de impact van de schaatser geabsorbeerd wordt. Dan waren er nog een wens om de druk op afstand uit te lezen. Seedijk heeft dat gerealiseerd voor ons, zodat wij ook tijdens de wedstrijden aan de scheidsrechters kunnen laten zien onder wat voor druk de boarding rond het ijs staat. Ik durf wel te stellen dat we samen met Seedijk de veiligste ijsbaan ter wereld gebouwd hebben. En daar ben ik ontzettend trots op.